en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is inmiddels 2 uur en het is inmiddels al zaterdag geworden. En ik evalueer even de week, hoe het van deze week geweest is. Het is voor mij nogal een emotionele week geweest, een emotionele week. Omdat ik een hoop dingen meegemaakt heb. Ontmoetingen gehad heb. Met andere YouTubers, met kijkers, met vrienden. En met een hoop moeilijke dingen. Nogal persoonlijke problemen die ik heb. Daar is niemand de schuldige van, behalve ikzelf, terwijl ik zelf er ook eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Het is even geen leuke vlog, maar ik kan er even niks even anders van maken. Ik wil het toch kwijt, ik wil het toch delen met jullie. Want het zit me niet erg lekker. Ik heb weer een hoop nieuwe vrienden erbij, hartstikke tof. Richard is erbij gekomen, hartstikke toppie. En ik heb persoonlijke problemen. Ik heb problemen waar ik even zo 1, 2, 3 niet het antwoord op weet hoe ik ze moet lossen. Ik wou dat ik een grote knop had en alles kon uitzetten wat er uit te zetten. Alles wat er wat ik. Dat ik een knop had, dat alles wat ik uit, alles wat me tegenstond, dat ik daar de knop voor uit kon draaien en gewoon een leuk leven kan leiden. Ik heb echt heel veel de afgelopen week gehuild. Ik zit er eigenlijk een beetje doorheen. Ik heb steken in mijn buik. Gelukkig is het aan deze kant en niet aan die kant, want hier zit je hart. Maar ik heb steken in mijn buik. Ik heb pijn in mijn keel. Ik hoest ontzettend veel de laatste tijd weer. En met dat hoesten heb ik denk ik een stuk van mijn mild of zo. Door te veel hoesten heb ik een beetje een beetje verrekt of zo. En het is allemaal moeilijk allemaal, jongens. Het is allemaal moeilijk. Ik wil zo graag dat dat ik zelf de oplossing heb, want het is mijn probleem en ik moet het oplossen. Ik wil er niemand mee lastigvallen, dus ik probeer het zelf op te lossen, maar ik weet nog niet hoe. Ik sta machteloos op een gegeven moment. Ik sta gewoon machteloos tegenover verschillende situaties. En het is gewoon doorgaan en nog eens doorgaan. En het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Ik weet niet hoe ik dit op moet lossen. Ik heb best wel een flink incasseringsvermogen. Maar ook dit, dit staat mij gewoon. Dit is iets wat ik niet op kan lossen. En dat moet ik wel kunnen. Dat verwacht ik van mij. Mijn verwachtingspatroon of mijn doel is om gevoelens uit te schakelen en leuke video's te maken. En gewoon positief te zijn. Dat verwacht ik van mij. Dat is mijn taak. Dat is mijn doel die ik gesteld heb. Om gewoon gewoon nul emoties te hebben. En het lukt niet. Het lukt gewoon niet. En daar baal ik zo ontzettend van. Daar baal ik echt verschrikkelijk van.
Ik zit er al een paar dagen mee in mijn hoofd. En ja, jullie hebben de afgelopen keren mijn livestreamen gezien. En in mijn livestreamen valt het niet echt op. Maar ik ben momenteel een klein beetje ongelukkig. En ik zoek het probleem ervoor en ik weet niet hoe. En dat is het hele probleem. Ik ben een heel gevoelig iemand. Ik help bij het minste geringste huil ik. En dan wordt er wel eens van die dingen gezegd van ja, een man mag niet huilen, een man mag zijn verdriet niet tonen. Dat vind ik belachelijk. Als mensen vinden dat je emoties toont dat je geen volwassen vent bent of dat je dat maar uit moet kunnen schakelen, dan verklaar ik diegene altijd voor gek. Want iedereen heeft wel eens pijn, iedereen heeft wel eens verdriet. Dus ik druk 3 keer het verkeerde wachtwoord in. Dus ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Het is gewoon heel moeilijk. En ja, ik ben toch blij dat ik dit even in een vlog heb kunnen vertellen. Ik zat er gewoon mee. Ik wou er gewoon eventjes over praten met jullie. En ja, ik kan alleen maar zeggen, wees een beetje ja, wees een beetje lief voor me. Vooral de afgelopen dagen, aankomende dagen. En behandel me met respect. En kijk een beetje naar me uit. Dat is het enige wat ik wil zeggen daarover. Ook voor mijn vrienden. Hou een beetje rekening met me. En pas een beetje op me. Dat vind ik eigenlijk veel beter. Zorg dat je me een beetje in de gaten houdt. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, ja, ik vind het niet gepast om de bekende eindtune te doen. Dus ik zeg bij deze de groetjes allemaal en tot de volgende vlog. Bye bye.